Het is woensdag, u kijkt naar U in de Wijk Kanaaleiland. Wat hebben we voor u in de uitzending? We zijn bij Mala Bondu. Zij organiseert voor Hindoestaanse ouderen een gezellige middag in Hart van Noord. En verder, in de Week van de Eenzaamheid, hebben we een paar leuke activiteiten gehad in de wijk. Want 30030 deelt spritsen uit. En die kan je dan weer weggeven aan iemand die je aardig vindt. En verder is Ressen van Harte aanwezig bij de Albert Heijn. En daar kon je gewoon heerlijk in gesprek gaan met medebewoners. En Hans-Peter is bij de Olijfboom, want daar hadden ze een markt. En de opbrengst ging naar de slachtoffers van Marokko. Heel veel kijkplezier. Het is de week tegen de eenzaamheid en vanwege die week zijn er bij het winkelcentrum maar liefst twee acties. De vrijwilligers van 30030 delen spritsen uit en dat is om mensen met elkaar in gesprek te brengen. En verder zit Resto van Harte, heeft een standje binnen de Albert Heijn om wat meer bekendheid te geven aan Resto van Harte, sociaal buurtrestaurant aan de Bernadottelaan. Kun je kort uitleggen, wat is 30030? Ja, 30030 is eigenlijk een groep jonge mensen van onder de 30 jaar. En dat zijn dan de stadsambassadeurs en die vertegenwoordigen de jonge stem van Utrecht. En waarom staan we specifiek vandaag hier op Kanaaleiland? Nou, het is de week tegen de eenzaamheid en daarom hebben we een spritsenactie bedacht. We delen spritsen uit met gespreks starters erin. En daarbij willen we in heel Utrecht, dus ook in Kanaaleiland, eenzaamheid tegengaan. Wat is jouw motivatie om hier te staan? Om hier nu vandaag te staan, echt om dus mensen die. Om mensen bewust te maken van eenzaamheid, van het probleem ook van eenzaamheid. En ze aan te moedigen van ga eens met elkaar een kop koffie drinken, eet een koekje. En stel wat diepere vragen dan je misschien zomaar zou doen in een normaal gesprek. Wat is de respons? Ja, we hebben hele leuke gesprekken. We vragen mensen om even een kopje koffie te komen drinken, even een praatje te maken. En mensen zijn sowieso heel enthousiast, vinden het een heel leuk concept. Maar ik merk ook echt wel dat de behoefte wel bestaat bij mensen met wie ik spreek om naar toe te komen. En een keertje mee te eten, nieuwe mensen te leren kennen. Dus ik ben eigenlijk wel heel tevreden over hoe de dag verloopt. Zijn er wel mensen in jouw omgeving dat je denkt van nou, daar zou ik wel eens een gesprek mee moeten aanknopen? In mijn omgeving niet zozeer. Maar ik ken wel mensen die het altijd fijn vinden om even in gesprek te gaan. Om zo'n gesprekstarter mee te proberen. Mijn vrouw vindt het altijd wel leuk om aan dit soort dingen te doen. Mijn ouders ook wel. Dus, Ik kom zelf in het buurthuis en dat zijn de meeste mensen die ik ken. Misschien een paar buren die erg alleen zijn. En ik zou niet zo gauw weten. Maar in een buurthuis komen, dat is op zich al een heel goed middel tegen eenzaamheid, toch? Goed, je ziet een paar neuzen, je kan je verhaal kwijt. En een lekker bakje koffie. En als ik daar een uur of vijf kwartier heb gezeten, nou, dan heb ik er genoeg. En dan ga ik weer naar huis en dan kan ik de hele dag er tegen. Zo werkt het namelijk. Mensen hebben mensen nodig. Mala Bondu organiseert in Hart van Noord een middag en avond voor Hindoestaanse ouderen. In de Hindoestaanse traditie worden ouderen af en toe extra in het zonnetje gezet. Bevalt het tot nu toe vanmiddag? Ja, bevalt het wel. Is heel mooi.
Want u was ook al aan het zingen, dus u heeft vast een heel repertoire aan allerlei liedjes in uw hoofd. Ja, en niet allemaal in mijn hoofd, maar toch. Want ik zing al heel lang. Ik kom 75 naar Nederland, van Suriname. En toen was het geen band hier, in Oostaanse band. Dan mijn broer Pandé zegt, je kan toch een beetje zingen, maak een band. Want als is, kijk zo, als is gebeurd, mensen komen, of godsdienst houden, niemand is, niemand kan zingen. Dus dan begin ik met zingen. Dan wel, ik heb twee cd's ook gemaakt. Het is een speciale Sewa-dag. Dat zijn voor de ouderen, wordt het een beetje verwend met van alles. Normaal zijn we elke woensdag van 1 tot 5 met activiteiten. En we dachten nou één keer in een jaar een beetje goed te gaan verwennen. Dus daar, dat zijn wij vandaag aan het doen. Want wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? We gaan hun alles aan de tafel een beetje serveren. Dus we hebben gedacht, nou, een keertje een beetje verwennen met gezond eten. En straks mogen ze zingen. Ze houden van zingen. Vooral hun Oostanse, die houden van zingen en dansen. Is het voor u belangrijk om als groep gewoon af en toe bij elkaar te komen? Zeker, het is heel belangrijk. Mala doet het heel goed, heel goed initiatief. En dan kom je een heleboel mensen tegen, kennis, familie. En vooral samen zijn, samen eten, muziek maken, zingen, dat soort dingen is heel mooi. Dit voorjaar waren we al een keer bij de olijfboom. Toen was er een markt met dingen die de kinderen gemaakt hadden. En dat was toen voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. En vandaag zijn we hier weer. En is er een grote hapjesmarkt. Alle opbrengsten gaan naar de aardbevingsslachtoffers in Marokko. Ik kan zeggen, het ruikt al erg lekker. Dus wij gaan binnen even kijken. Lekkere hapjes? Heerlijk. Maar vinden jullie het doel ook belangrijk? Ja, ik vind het ook leuk dat mensen van school komen en dan eten gaan verzamelen voor kinderen. En mensen kunnen ook de geld inleveren en dan aan goede doelen geven. Hebben jullie verder op school nog, wordt er aandacht besteed aan wat er gebeurd is in Marokko? Ja, wij hebben met z'n allen een potje moeten maken en daar kocht je geld in doen. Zodat meester het kon verzamelen en daarna kan doneren naar Marokko. Olijfboom is wel een sociaal betrokken school. Dat is ook wat wij willen uitstralen, maar ook wat we willen overbrengen aan onze leerlingen. Als je binnen Olijfboom komt, dan moet je ook bepaalde sociale hart kunnen uitdragen. En dat proberen we ook op deze manier. Je moet ook medemensen ook kunnen ondersteunen. Dat hebben we destijds met de aardbeving in Turkije en Syrië gedaan. En het was voor ons ook heel makkelijk om over te schakelen om de hulp richting Marokko. En ik vind het zo prachtig dat onze ook leerlingen daaraan keihard hebben meegewerkt. Want de meeste hapjes hier zijn ook door ouders zelf klaargemaakt, toch? We hebben 0,0 investeringen. Dat is door de ouders zelf. En het mooie is dat de ouders zelf hun meegebrachte spullen ook zelf kopen. Ja, uiteindelijk gaat het voor het goed doel, hè? Ja. Maar je ziet ook wel de betrokkenheid, ook zelfs van de kinderen. Ze weten wel heel goed waarvoor het bedoeld is. Daar zijn we keihard mee bezig. We zijn ook bezig om ook vanuit burgerschapsonderwijs ook de betrokkenheid voor de maatschappij, maar ook voor de mensheid. En dat is ook wel heel mooi dat ze ook de leerlingen dat nu vandaag ook laten zien. En heb je nou ook het gevoel dat mensen als ze dingen kopen, dat ze ook weten waar het geld voor bedoeld is? Ja, dat weten ze. En ze weten ook waar deze markt voor is. En wij hebben dat van tevoren ook aangekondigd. En zij zijn bewust gekomen vandaag daarvoor. Dus dat weten zij. Ja. Zelf heb je ook geen moment hoeven nadenken toen ze vroegen of je mee wilde doen. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Gelijk ja gezegd. Ja. Okay. Ja. Nou, er zit al redelijk veel muntgeld in je bakje. Dus, briefgeld hebben we al apart gelegd. Dus Maria.
redelijk goed. Zeker, tevreden. We gaan zien wat de opbrengst wordt. Ja, we gaan afwachten. Wat vind je van de markt vandaag? En ook waarvoor die bedoeld is? Ik vind het wel heel goed wat ze hebben gedaan. Want we hadden het ook voor Turkije en zo gedaan. Dus eigenlijk vind ik dat Marokko het ook verdient. Ja, want ik was er bij Turkije, was ik er ook bij. En nu weer. En nou, het is lekker druk. Er wordt veel geld uitgegeven, toch? Ja, er zijn heel veel lekkere dingen. En, ja, heb je zelf al veel gekocht? Ja, zeker. Ik kan het ook niet eens op. Heb je nou extra geld gekregen van je vader en moeder voor vandaag? Of komt het van je eigen zakgeld? Een beetje van mijn eigen zakgeld, maar ook van mijn moeder en vader. Ik ben een OR-moeder. Dus wij zijn als eerste die betrokken zijn bij deze initiatief. Dus natuurlijk logisch dat er geen één twijfel is om hiermee aan te doen. En heb je lang in de keuken gestaan? Nou, ja, niet heel lang, maar ja, het heeft wel wat. Maar wel gewoon gemotiveerd om het te doen? Dat doen we heel graag natuurlijk, om mensen onder bijdrage. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, moslim of niet moslim, Turks of Marokkaans, Syrisch. We doen het voor medemens. De opbrengst van de hapjesmarkt op de olijfboom leverde een mooi bedrag op. De uitzending zit er alweer op. Ik hoop dat u heeft genoten. En heeft u nog tips of informatie, kunt u ons mailen op kanaleiland@uindewijk.nl. En ja, die leuke filmpjes vindt u toch elke keer weer terug op www.uindewijk.nl. Fijne avond.